man who has a cold thing they have to play. Take a few letters out of pandemic, you get panic. Ja man, al die wappies met hun kappies, sta je aan de appies. Show een beetje fatsoen als je me aanspreekt, doe je strafkap af. Toon een beetje beschaving, geef elkaar een hand. Ja man, en stay dangerous. Arnhem's most wanted. Als ik moet kiezen tussen privacy of gezondheid, kies ik vrijheid. De sfeer is raar, naar face bedekt, ben je aanspreekbaar. Soms in de AH denk ik wel van wat een gekke. Lijken net gangsters, iedereen wil nu G zijn. Laat die bange mensen kapje dragen, normale mensen normaal, democraten. Ik loop door die gekken, hey. Wat een gekke, ziet er niet uit. Ik loop door corona gekken, hey. Laat de complot denken, man, kille virus of zo. Loop door ze heen, stop pas na 9 uur. Supermarkt, iedereen heeft kapjes op. Om walking toe, maar feel invincible. Ik loop door die gekken, hey. En voor mij zijn ze invisible. Ik loop door corona gekken, hey. Ik loop door die wappie kappies heen. Het is echt vreemd. Ik loop door die gekken heen. Die migranten willen niet naar onze landen. Maar onze overheden lopen grondstof te nakken. En bedrijven strafblad, de gouden eeuw. Zet je strafkap. Racisten demonstreren tegen racisten. Snap er niks van. Dat mag wel doorgaan. Dat is de pot die de pan verwijt. Geen waardeoordeel, het is gewoon een feit. Mark en Hugo niet, maar Wilders wordt bedreigd. Dus fuck alle schapen uit principe, het gaat niet eens om beleid. Je zou denken, hebben ze geen gezond verstand. Maar mensen zijn verlamd van angst. Alleen dictators regeren met angst. Schapen denken niet, mondkap daaronder grote glimlach. Belachelijk. Ik ben zo heet, ze vragen waar komt hij vandaan. Portugal. De bergen in PT, veel vuurvulkaan. Slet, want ze vindt je leuk, is niet logisch broer. 17 miljoen mensen verraden voor geld, dat is pas een hoer. Verschil tussen dit en elk andere crisis, een virus. Alle staatsmedia journalisten zijn niet kritisch. En Hugo, de jongen, ik spuug op die jongen. En over een jaar zien al die deugdburgers ook wel dat ze bedrogen worden. Ik beroep me op, wij hebben het nu al doorgelukt. Artikel 10. Man, maskers zijn niet voor gangsters, man, dat is geen trap. Artikel 11. Ik ben niet onsterfelijk, maar met een 99,8% overlevingskans schat ik mezelf wel hoog in, zeg maar. Yo, weet je wat ze die zijn? Hugo en Mark Rutte kutten schapen van de kudde. Nu is het allemaal onze schuld zeker. Faillissementen allemaal schulden. Hou je mond, doe je wappie kappie op. Er gaat een killer virus rond, wat zijn die mensen toch? Het einde van besmettingen zijn de verkiezingen. Adios corona en cocaïne. Adios. Zet de toekoe in de safe, maar is je toekomst safe? De dealer van Hugo is in ieder geval super safe. Hij maakt money. Ik loop door die gekke heen. Die kap? Nee. Ik loop door die mondkapje gekkies heen. Ik loop door de mondkapjes heen. Wie geloof je? Eén geloof twee van de twee. Ik loop door die gekke heen. Die kap? Ik draag de wappenkap niet eigenlijk meer uit solidariteit voor iedereen die voor onze grondwet strijdt. Maar soms voel ik me geneigd om gewoon op te doen voor die 5 minuten. Dan ben je van het gezeik af in de winkel, je valt buiten de kudde, nu dus iedereen kijkt. Voordat je het weet zit je te strijden met zo'n bange virusgek. Het zijn pussies, want anders zouden ze hem zelf niet dragen en ze doen niks. Maar groepsgedrag, stel je voor hij probeert toch wat en je probeert ontwijken, je glijdt uit, breekt je nek en je bent dood en hij krijgt gelijk ook. Is het dan nogal waard om uit principe het niet te doen? Ze krijgen binnenkort toch een prikje en dan zijn we van het gezeik af. Ik wens niemand iets slechts toe, maar dat is juist ons probleem. Dat wij ze willen redden, terwijl hun juist nare dingen ons toewensen. En ze willen het zichzelf aandoen. En deze egoïsten voegen verder toch niks toe. Beetje wegkijken en mensen uitschelden, ik ben er klaar mee.